Minister, vicevoorzitter, meneer Timmermans. Fit for 55 is een onverantwoord experiment met onze economie. De voorstellen gaan volgens de commissie 1300 miljard euro kosten, maar volgens meer realistische schattingen zal het 4 à 5000 miljard euro worden. En wat is het resultaat dat we daarmee behalen? Slechts 0,004 graden Celsius minder opwarming. 4000ste graad. Een onmeetbaar klein resultaat. Wat het pakket duidelijk maakt, is dat de Europese Commissie haar vertrouwen in de vrije markt definitief heeft verloren. Fit for 55 is de volgende stap naar een planeconomie. Ons verdienvermogen en onze koopkracht worden in de waagschaal gelegd met stijgende kosten en nog meer regelgeving. Europa is al koploper in de wereld als het gaat om verbeteren van leefomgeving en milieu. We investeren al decennia succesvol in een betere toekomst. En daar moeten we mee doorgaan, zonder idealisme. De politiek moet realistische en technologisch neutrale doelen stellen. Laat de uitvoering aan de markt over. Alleen dan zal er innovatie en vooruitgang zijn. Ik dank u wel.